Veel kijkplezier met deze video. Hallo iedereen, welkom terug bij een nieuwe video van de Beest tot Carrière Mode. We zijn al gekomen aan aflevering 3. En als ik even kijk in mijn boekje, dan zien we wel hoe ver dat we staan. Beest tot Carrière Mode, Beest tot Gent 0-2. We hadden dus de match verloren tegen Gent met 0-2. Maar de volgende match is tegen Leuven en die moeten we absoluut winnen. We kijken nog even naar ons jeugdteam, want ik heb daar echt een talentje gezien. En dat is niemand minder dan... Je weet het vast wel al. Sunhee Bang, bang, bang. Algemene rating 56, 17 jaar, promoveren naar volwassen team. En ik ga hem ook van de eerste keer een basisplaats geven. En Suzuki krijgt van mij ook een basisplaats. We kijken even naar tussen Dali en Nobisi. Nobisi ga ik dus wisselen. Maar eerst wissel ik dus Tissou Dali, ja. Suzuki gaat dan ook in de spits staan. En dan, je moet het maar een kans geven natuurlijk, 56 rating, maar je kan een hele grote worden. Hij is nog maar 17 jaar, Bang, Dan en de tweede keuze Eriki. Dus ja, met deze opstelling Suzuki, Bang, Holzhauer, Sanusi, Koulibaly, Bourdain, Frans, Plitschenko, Dom en Van Hamel. Daar starten we dus eigenlijk tegen Leuven. Twee gepromoveerde clubs in feite van 1B. Die nu spelen tegen elkaar voor de eerste match in 1A. Ja, ja, het wordt een spannende match. We kijken ook even naar de opstelling van Leuven. Henri, niet Henri. Mercier, Keita, Schuurmans, Nahawa, Kadra, Hoho, ja man, Kate. Dat is precies een signaal van zo'n naam hebben, like Kate, dat zou te veel gemakkelijker zijn. Oké, okay, we gaan beginnen met de match. Beerschot tegen Leuven. Hier nog een keer het debuut van onze jeugdspeler Sunhee Bang, 17 jaar, prima talentje. Komt van Korea, Republiek Korea, dus we zijn benieuwd wat hij allemaal kan brengen. Sowa. Leuven met de pers naar Henri. Henri, en die wordt nog onderschept. Kan Leuven daar misschien nu iets doen? Ja, die dribbelt dan voorbij en die schiet. En de redding van de doelman van Beerschot. We zijn 11 minuten ver. Dat was het eerste kansje voor Leuven. Suzuki. Draait hem uit, Suzuki. Goed gedaan. Oh, Koulibaly heeft de bal. Koulibaly kan schieten op de paal. Dat was een mooie actie van Suzuki. Maar die bal belandt helaas op de paal. Sanusi. Bang. Bang, kan hij iets doen? Bang. En hij schiet. Oeh. Goed geprobeerd, jongens, hij is nog maar 17 jaar. Geniet van deze kans. En misschien maak je wel een doelpunt. Sanusi in de hoekschop. Waarvan de lijn gered van Mercier. Bang. Met de pas naar Holzhauer. Kan hij wat doen? Ja, dat is de vrije man. Sanusi, die moet scoren. Die moet scoren. En het is 1-0 voor Beerschot. Na een mooie goal van Sanusi. En een prima pas eigenlijk van Solschauer. En zo staat Beerschot dus op voorsprong. En eigenlijk als eerste doelpuntje in de FIFA 21 carrière-mode met de Beerschot. Valt dus naar de match tegen Leuven. Kijk even naar de tweede helft. Misschien speelt ondertussen ook, want we staan voor na de eerste helft met 1-0. Leuven, Soa. Soa, Mercier. Geen de Soa, maar de Soa. Soa, geen Soa. Snap je? Oeh, wat is dat daar? Een vertragend beeld. Kijken we nog even hoe dat we die bal daar onderscheppen van die Soa. Hupsa. Mooi gedaan en zo gaat die bal dus in de hoekschop. Dat vond ik wel een mooie actie van die verdediger. Daarmee nog een keer het vertragende beeld. Hoekschop voor Leuven. Kunnen ze wat doen? Mercier met de bal en dan... Mercier heeft de bal terug en hij schiet. Maar het is dan een flauw balletje misschien nu Leuven. Wel nog een hakje terug doen, maar dat is buitenspel, dus dat draait op niks uit. Suzuki. Suzuki vind ik wel nog goed bezig. Kan goed dribbelen. Kan goed met de bal weg. Bang. Bang, het is een goal. 2-0. Heel buitenspel voor Leuven. En of dat ze blij zijn, natuurlijk zijn ze blij gestart. 2-0 voor de Beerschot. Sanusi. Kan er misschien nog 3-0 komen? Stel je voor, 3-0. We zijn 65 minuten ver. We staan 2-0 op voorsprong tegen Leuven, die toch wel niet zo goed speelt. Bang nu! Oh, die schiet hem net naast. Dat was ook een uitstekende kast voor Bang. Oh, die moest er echt in. Spijtig, man. Echt spijtig. Misschien nu. Leuven op de dek, dat ging ik zeggen, maar de doelman die doet hem eigenlijk nog over. Mercier. Mercier gaat schieten, maar de corner draait op niks uit. En misschien nu nog Leuven, we zitten in de 94e minuut. Al 2 minuten over tijd, maar nou, het is afgefloten. We winnen de match tegen Leuven, dus de tweede match van de competitie winnen we. En wat ben ik blij. Met Beerschot 7 schoten op doel tegen 5, 3 schoten op doel tegen 3, 50% balbezit tegen 50, 5 tackles tegen 8. Dus ja, we zijn in feite wel de betere ploeg als je dat zo ziet. En we winnen terecht in feite met 2-0. We hebben goed gespeeld. Een beetje uitgetikt, een beetje leren dribbelen met FIFA 21. Een beetje het nieuwe FIFA 21 leren ontdekken.
Maar we hebben wel gewonnen tegen Leuven en dat is natuurlijk het belangrijkste. We hebben de 3 punten. Ondertussen ga ik nog een wissel uitbrengen. Ik denk dat ik de linksachter ga vervangen door Grisé. En die gaat wel 3 punten achteruit op zijn fysiek, denk ik. Maar op zijn scherpte kan dat zijn. Maar Halaima vind ik eigenlijk ook een goede speler, ook met 4 punten. Dus hij moet een beetje speeltijd krijgen. Dus ik vind hem wel een kans waard. Van Hamel blijft natuurlijk in de hol. Bang en Suzuki zijn voorlopig prima bezig. Dus dat is eigenlijk wel belangrijk. Dus we moeten daar toch rekening mee houden. En dan ze nog een tweede kans verdienen. En zeker tegen de aankomende match tegen Servië. We doen eigenlijk nog een training eerst. Draaimolens op de muur. Versla de doelman. Die zien dan een keer de stand van Beerschot. Maar eigenlijk moeten we een beetje de oefening simuleren. De eerste is dus gesimuleerd. Dan de tweede wil ik misschien een keer een andere oefening doen. Maar dat heb je allemaal passen. Pas naar de doelwit bijvoorbeeld. Is wel een tof oefening, denk ik. Sanusi, Halaima, Pritchenko en Frans. Maar ik wijs dat ik alleen Halaima ga trainen. Zodat hij wat fitter, alleen niet fitter is. Maar zodat hij wat meer wedstrijdritme, wat meer training niet meer op heeft. Voor de match tegen Servië Brugge. Versla de doelman ook met Suzuki. Onder andere Bang, Eleke en Tissou Dali. Die gaan ook trainen. Hazard, Hori, Hotic, Kanute, Van Houten, Lopez, Corin, Taravel, Ueda, De Kostere en Didilon. Dat is de opstelling van Servië Brugge tegen Beerschot. Als je dat ziet, is het eigenlijk wel nog een savant goede opstelling. Ik vind ook dat ze geen slechte ploeg hebben van het jaar. Suzuki, Bang, Sanusi, Holstauer, Koulibaly, Grisé, Bourdain, Frans, Pritchenko, Halaima, Van Hamel. Dat is de opstelling van Beerschot. Ja, dat is de opstelling van tegen Beerschot. Zoals je ziet, gaan we voort met deze match tegen Servië Brugge. Dus ja, Didilon staat in de hol van Servië Brugge, ex-doelman RSC Anderlecht. Van Hamel is ook een hele goede doelman met zijn lange baten van Beerschot. We doen eigenlijk simuleren voor nog een keer te kijken dat het precies in elkaar zit, maar het is wel versneld natuurlijk. Dus je ziet in feite de conditie van de spelers. Als we dan naar de beoordeling kijken, dan zie je tot hoever dan ze punten hebben gekregen op 10. Voorlopig is dat nog allemaal in de 6. Beerschot is wel aan het dreigen, 15% balbezit. Voor Servië 86% voor Beerschot, 1 shot op doel en het is een goal. Jawel, Bang heeft gescoord. Weer al die jeugdspeler van Beerschot. Het is ongelooflijk hoe goed dat hij is. Hij maakt hier gewoon de 0-1 tegen Servië Brugge. Het is echt wel een uitstekend talentje eigenlijk. Beerschot 74%, balbezit 75% en een hele kaart. En met de rust gaan we dan ingrijpen. Ik ga je wel eens keer tonen in deze video hoe snel dat het eigenlijk gaat, hoe snel je eigenlijk kunt ingrijpen. Dus nu is het in feite rust. En dan druk ik gewoon op vierkantje, spring in. En dan zit ik in de match. Zo snel gaat dat eigenlijk. Dus ja, dat is eigenlijk wel. Dat vind ik wel eigenlijk heel goed van FIFA 21. Koulibaly. Van Houten. Hori. Hori gaat schieten. En de redding van Hamel. Dat was toch wel een schietkansje voor Servië. We gaan moeten oppassen. Van Houten. Doet een balletje naar Hori. Opletten. Kan Servië Brugge nog iets doen? Nee, voorlopig niet. Holzhauer misschien. Nee, Grisé. De nieuwe linksachter, Sanusi. Met een goed balken naar Holzhauer. Die moet hem erin schieten en die schiet hem ernaast. Wat een klungelig balken van Holzhauer. Dat was toch wel een grote kans op de 0-2 eigenlijk voor Beerschot. En Servië Brugge kopt aan, maar in de handen van de doelman. Lopez. En Hotic. En ja, dat draait eigenlijk op niks uit. Spijtige zaak. Maar ja, spijtig. Suzuki met de pas naar Holzhauer. Ja, dat is de ruimte. Sanusi, die moet afmaken. Dat moet de 0-2 zijn. Dat 0-2 voor Servië Brugge tegen Beerschot. Hij kan het zelf niet geloven, maar helaas is het dus niet doorgegaan. Want het is afgefloten. Nee, het was ernaast. Dat was een prank dus. Maar nu kan Suzuki wel 0-2 maken. Suzuki schiet hem er wel in. Servië Brugge, Beerschot 0-2. In de toegevoegde tijd van de match in feite. Net voor de 91ste minuut komt het dan toch nog 0-2 met dezelfde score direct tegen Leuven. En we gaan weer de 3 punten pakken. En we hebben de 3 punten weer. Servië Brugge tegen Beerschot 2 schoten. Tegen 0, 1 schot op doel tegen nog 5. 41% balbezit tegen 59%. Dus we zijn echt wel de betere ploeg in feite. We hebben terecht gewonnen. En we zijn toch goed mee. We staan 5e met 6 op 9. Terwijl dat eerste stel was dan met 9 op 9. Ik in de dag. 2e Antwerp met 7 op 9. 3e Zultwaarden met 7 op 9. Die ook wel goed spelen. 4e Club Brugge ook met 7 op 9. En 5e voorlopig met 6 op 9. Henk volgt. En Gent ook evenveel punten. Als we dan even kijken naar de kalender. Dan zien we dat we moeten spelen tegen Eupen. Tegen KV Mechelen. En tegen Anderlecht. Dus ja, een topper tegen Anderlecht komt eraan.
in de volgende video misschien. Daarvoor nog tegen Kevin Mechelen en Huub. Dan moeten we ook 6 op 6 proberen te halen. Dank jullie voor te kijken en ik zie je terug in de volgende video van Beerschot.